Goedendag. Ja, de weerfoto's van vandaag staan natuurlijk in het teken van de fraaie zonsondergang van dinsdagavond. Fraaie plaat hier gemaakt uh, ja, in de Hoekse Waard in strijden door Evelien. Het is wel echt uh, ja, schitterend om te zien. En ook de vol volgende foto, die mag er zeker zijn. Deze foto is gemaakt in Rotterdam. Vrije zonsondergang met hier nog uh, ja, een zwaan op de voorgrond. Mooier kan ik het uh, niet voor u maken. Nou, als we kijken naar het weer, voor vanavond en vannacht gaat de bewolking weer verder toenemen vanuit het zuiden. Blijft overal droog. Temperaturen in de polders een graad of 4. Nou, ik denk daar buiten zo'n 5 à 6 graden. En niet al te veel wind uit oost tot noordoostelijke richting. Ja, en dan morgen overdag, de donderdag. Nou, het ziet er toch allemaal weer net iets minder uit dan vandaag. Meer en meer bewolking krijgen we. En dan in de middag en avond vanuit het zuiden neemt de kans ook toe op een beetje lichte regen. Geen grote hoeveelheden, maar toch. Het gaat een beetje ja, zeg maar spetteren. Temperaturen komen uit op ongeveer een graad of 11 maximaal. Dus ook al minder zacht. En dat bij een zwakke tot matige wind uit het oosten. Nou, na morgen zien we op vrijdag en zaterdag dat het bewolkt zal zijn. Dan valt op beide dagen af en toe regen. De temperatuur gaat al wat naar beneden. Naar een graad of 8. Ja, en dan zondag en maandag. Dan krijgen we te maken gewoon met een kouinval. Het moet niet gekker worden. Nou ja, het is natuurlijk nog wel steeds winter, dat wel. Maar zondag moet je eens kijken: temperaturen in de middag 3 à 4 graden. De bewolking overheerst. Er kan nog een beetje regen vallen. Misschien zelfs wel wat natte sneeuw. Een koude Noordoostenwind. Ja, en in de nacht na maandag komen we echt in de vorst terecht. Het gaat licht vriezen. En maandag overdag is het gewoon koud. Met een temperatuur van maar 2 graden boven nul. Dat scheelt 14,5 graad met dinsdag. Maar we krijgen de zon er wel bij te zien. Nou, wilt u nou op de hoogte gehouden worden over het koude weer? Ja, wat dat op programma staat hè, voor volgende week. Dan kunt u zich aanmelden ja, via Twitter. Want daar ja, hou ik de mensen toch continu zeg maar, op de hoogte. Nou, Ten slotte nog de volgende weerfoto. Die is gemaakt in Albebroek. Door Corrie Hollaar. Ook weer zo'n vrije zonsondergang. Maakt u ook mooie weerfoto's? Nou, u kunt surfen naar weerfotorijmond.nl. En dan kunt u de foto's zo uploaden. En dan komen ze vanzelf mijn kant op. Een prettige dag nog en heel graag tot morgen.